Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. Een Europese klimaatwet. 10 jaar geleden, commissaris, was dat ondenkbaar geweest. Maar vandaag is het zover en stemmen we er finaal over. Een unicum, waardoor Europa als eerste grootmacht bindende wetgeving vastlegt om in 2050 klimaatneutraal te zijn. En we hebben de lat, collega's, ambitieus, maar realistisch hoog gelegd. En daar moeten we nu over. Vol snelheid, overtuiging en met de juiste investeringen. Maar niet roekeloos of onberedeneerd. Het mag namelijk niet bij mooie doelstellingen blijven. Er zijn vooral haalbare, betaalbare en stimulerende maatregelen nodig. Maatregelen die zorgen voor duurzame economische groei en jobs. En daarom moeten we in de eerste plaats nu doordoen. Niet talmen, de zweep erop leggen, de lidstaten meenemen in dit verhaal, zodat Europa een voorbeeld is voor de rest van de wereld en we hier samen een succesverhaal kunnen maken. Dank u wel.